la 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 la. Dit is echt spacend over die. Mensen, welkom bij Theeleuten met Vincent, aflevering 7. En we gaan het over drie dingen hebben. We gaan het hebben over voetbal, Disneykraft en kanker. Maar dat hoor je na het intro. Nou, hallo mensen. Het gaat goed met me hoor. Niet dat het ernstig is, maar het is voor mij ernstiger dan voor jullie. Maar daar komen we zo op. En we gaan nu even over positieve dingen hebben, namelijk over Disneykraft. En wat kan ik vertellen over Disneykraft? Wij gaan open. Ja, dat was natuurlijk wel logisch. Maar we gaan binnen nu en een kleine korte tijd, wat ik nog niemand zeg. Dat mag ik morgen pas zeggen in de video officieel. Gaan we binnenkort dus open voor publiek. Bezoekers kunnen binnentreden, al ben je een kaas, een schimmelkaas, een gatenkaas, je bent welkom in ons park. Dus dat geldt dus ook voor kazen, die mogen dus ook gewoon in het park, wanneer wil. Dus Disney kan voor hard aan gewerkt. Duckstad nog niet zo, omdat Duckstad is een tweede ding wat we gaan opknappen. We hebben natuurlijk al heel veel dingen in Duckstad verbeterd en vernieuwd en bijgebouwd. Maar we hebben ons vooral gefocust op het attractiepark Disneykraft, wat compleet en nog steeds in aanbouw is, maar nog echt compleet is veranderd, aangepast. We hebben dingen veranderd, we hebben details toegevoegd, we hebben nieuwe attracties gebouwd, we hebben nieuwe ideetjes gebouwd. Het is fantastisch. We hebben een nieuwe minigame toegevoegd. Wauw. Het is fantastisch. Het is zo geweldig. En morgen krijgen jullie dus een video Biotown te zien over Disneykraft met nieuwe beelden die je nog nooit hebt gezien. Maar ook de website wordt gelanceerd en het is echt fantastisch. Hou mijn kanaal dus morgen in de gaten. We gaan door naar voetbal. Ik heb niet zo'n spotje dat je ineens doorgaat naar het volgende onderwerp van voetbal. Zo'n hele zware stem, weet je wel, zo'n oude mannenstem uit de jaren 70. We gaan dus hebben over voetbal. Nederland heeft goed gespeeld. Wat was dat spannend? Ik zat met mijn ratel, zat ik dus keihard te kijken naar de penalties die werden geschoten en te hopen dat meneertje Krul het zou vangen. Meneertje Krul, wat een verstandige keuze om meneertje Krul te selecteren om die ballen tegen te houden. En het was gewoon een spannende wedstrijd. Het was een wedstrijd wat je eigenlijk geen voetbalwedstrijd kan noemen, aangezien Santa Monica ding. Hoe heet dat nou? Monsantos? Ik weet de naam niet. Costa Rica of zo? Ja, Costa Rica. Ik was gewoon heel de naam kwijt. Costa Rica was dus hoe zeg je dat? Was eigenlijk gewoon zo slecht met voetballen. Ze waren meer met verdediging bezig dan met aanvallen en echt spelen. Ze waren alleen maar het verdedigen. En daarom had Nederland ook bijna meer dan 70% balbezit. Dat was ook duidelijk te zien vanaf het eerste schot al. Ik heb trouwens helemaal geen muziek op de achtergrond. Dat komt omdat ik nu ook een heel serieus onderwerp ga vertellen aan jullie. Namelijk het woordje kanker kan als een scheldwoord worden gezien, maar natuurlijk ook als de ziekte. En we gaan het natuurlijk wel over de ziekte hebben, want ja, je gaat er niet meer schelden. Maar oké, een kennis van mij, ik ken hem 5 jaar. Ik ga geen namen noemen, want het is eigenlijk een beetje onbelangrijk voor jullie. Voor mij is het belangrijk dat ik het even mededeel aan jullie. Ik ga binnenkort dood door kanker en ik vind het eigenlijk gewoon heel gekut. Ja, net als iedereen. Ik vind het gewoon triest. Maar ik ben gevraagd om een mooie film te maken. Een filmpje. Hij heeft altijd gezongen in zijn leven. Dus ik heb eigenlijk een soort van video gemaakt waarin hij dus zijn laatste 3 liedjes zingt. Of nou, zijn laatste, wel zijn laatste liedjes. Maar hij heeft natuurlijk zoveel gezongen. En het was prachtig om te zien. En dan die happiness in zijn ogen. Ik ga niet te lang erover door, anders word ik emotioneel, mensen. Maar het is gewoon kut dat het zo gelopen is en dat de kanker zo verschrikkelijk doordringt in dat lichaam. Dat is verschrikkelijk. En ja, het is nou zover dat het bijna gewoon over is. En ja, ik vind het dan eigenlijk prachtig dat ik mijn eer heb kunnen bewijzen door dan die fantastische video voor hem heb mogen schieten en monteren met hele mooie muziek ondertussen. Maar maar het was een soort van te wachten, want we wisten het al dat hij, we wisten het sinds 2012 dat hij kanker had. En dan ben je een beetje voorbereid erop.
Ik weet dat het dan nog steeds niet positief is, maar je bent voorbereid op dat iemand doodgaat. En ik denk dat de klap dan minder aankomt wanneer diegene pas doodgaat, dan dat het plotseling ineens over is met iemand. Dat is toch logisch? Ja, want ja, je kan je gewoon erop voorbereiden dat iemand gewoon... Ja, die wordt steeds minder en dat zal ook niet beter worden, want dat zal steeds minder worden. En je gaat dan mee met dat proces. Je weet van, oké, het wordt steeds minder... Dan bereid ik me voor dat het ook gewoon dadelijk gewoon over en uit is. Kijk, een lichaam kan het superveel hebben. Maar als je zoveel opdonders krijgt en zoveel verschillende infecties in je lichaam. Dan op een gegeven moment je lichaam, die gaat gewoon die pijn voelen. En dat is gewoon kloten, dat gevoel. Ik hoop dat jullie en ook ik dat nooit mag ervaren, die pijn. Ja, het enige wat ik heb wel een ziekte, maar dat is niet zo erg gelukkig. Dat is PDS, dat is een darmziekte en... Ja, dat is eigenlijk, dat kan plotseling in je leven komen. En dat kan ook na jaren weer ineens verdwijnen. En dan kan het na 10 of 15 jaar ineens terugkomen. Het is eigenlijk je kan het eigenlijk niet voorspellen. Maar het is een darmziekte waardoor je eigenlijk steken in je maag krijgt. Wanneer je bepaalde kruiden eet of verkeerde dingen eet. Of niet goed eet of niet gezond eet. Dan heb ik het soms niet meer. Dan is het vervelend. Ja, en ik heb af en toe... Ik heb ook wel eens wat. Maar ik denk dat iedereen wel eens wat heeft. Ik heb ook af en toe een beetje steken bij mijn hart en zo. Maar dat... Ja, er is niks met me aan de hand, denk ik. Ik vind het niet zo erg dat ik naar de dokter voor moet, vind ik. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens wat. En ik heb vooral als ik... Ik weet niet, ik heb af en toe als ik honger heb. Dus als ik echt honger heb of ik ben heel moe. Nou, meestal als ik moe ben. Vaak. Dan krijg ik steken in mijn hart. Heel raar. Krijg ik last van mijn kaak? Ik weet niet, maar dan ga ik meestal, als ik nog een moe ben, dan zeg ik, jongens, ik stop. Ik ga gewoon lekker tukkie doen. En dan is het gewoon de volgende dag weer over. En dat is, ik denk dat iedereen wel eens wat hebt en dat je daar niet te druk om moet maken. Als je gewoon iets mankeert, als je niet vertrouwt, ga naar de dokter. En als je, ja, nu heb ik zoiets van, ik hoef niet per se naar de dokter, weet je. Je hebt allemaal wel eens wat en je moet je niet druk om maken, want ja, het gaat er weer over. Ja, een beetje een serieus onderwerp. Ik weet het, misschien kunnen jullie ook je gevoelens delen onder in deze reactie. Als je gewoon serieus even wil babbelen of je wil iets kwijt over dat je zelf misschien zoiets hebt meegemaakt. Dan hoor ik het. Maar misschien ook leuke reacties zoals leuk dat Disneycraft binnenkort open gaat. En ik hou de website in de gaten en ik kijk morgen je video. Want morgen komt er een speciale video waarin ik ook weer lekker tegen jullie ga aanlullen. Gewoon lekker weer aanlullen. Nou, bedankt voor het kijken en voor het genieten van deze Theeluid video. Ik hoop dat het een aparte... Het was weer eens een aparte video. En af en toe moet ik gewoon even mijn ei kwijt in jullie. En dat doe ik in de Theeluid video's. Ik heb ook lekker een theetje, maar niet heus. Excuus, ik heb al lekker chocomel op. En ja, ik zeg adios. Doei doeg. Blah, 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 blah